Hallo, ik sta hier met de Dominicaanse Republiek. Dit jaar voor het eerst erbij. Ze presteren fantastisch. Ze hebben net een Olympische status gekregen. Kun je me alsjeblieft vertellen, wat heeft dit nou voor betekenis en wat doet dit met het thuisland? Ja, in voorbereiding op dit toernooi en eerdere toernooien waarbij de onder 23 Panamericaans kampioen is geworden. En in Schijndel, waar we met een deel van deze ploeg bij onder 17 hebben gespeeld, is er heel intensief getraind in het Olympisch Centrum. En de prestaties die hier behaald worden, we zijn nu bij de laatste vier, de beste vier van de wereld. Heeft gisteravond het ministerie van Sport opgebeld. Heeft contact gezocht met de ploeg en medegedeeld dat de komende 5 jaar de Olympische status is vergeven. En dat betekent dat het financieel en qua randvoorwaarden mogelijk wordt gemaakt om korfbal op dezelfde intensieve wijze voor te zetten. Ja, dat houdt ook in dat je dus meerdere teams in je thuisland zal krijgen om mee te kunnen gaan trainen. Ik ga er dan ook vanuit dat je ook meer faciliteiten zult gaan krijgen. Klopt dit? Ja, ze hebben de beschikking over het volledige Olympische Centrum in Santo Domingo. En daar heb je een aantal sporthallen en een zwembad en ook een internaat. Dus als de spelers voor een langere tijd samen moeten verblijven, is dat allemaal mogelijk. Oké, hartstikke duidelijk. Ik heb begrepen dat jullie nog niet heel lang samen trainen. Hè, jullie komen met name ook vanuit het basketbal discipline. Vertel me een beetje over, hoe is het zo mogelijk dat jullie zo fantastisch presteren in zo korte tijd? Ja, dat is natuurlijk geselecteerd op door Guillaume en door Frank op vooral atletische vaardigheden. En het is inderdaad, het grootste deel zijn hele goede basketballers. Maar ze zullen waarschijnlijk, internationaal, NBA denk ik eraan, de top net niet halen. Dus dat betekent als het ministerie blijft faciliteren, dat ze wellicht definitief voor korfbal gaan kiezen. Oké, hartstikke duidelijk. Dus het zijn gewoon topsporters die worden samengekneed tot goede korfballers. Wat betekent dit voor het thuisland, dat je nu ineens zo fantastisch presteert op de eerste keer dat je hier aanwezig bent? Fantastische resultaten behaald, Engeland verslagen, je hebt Duitsland verslagen. Dat zijn redelijk goede teams, ze trainen al langer, doen ook al langer mee. Leg uit. Ja, ik denk dat de hele Dominicaanse Republiek op zijn kop staat. In ieder geval het korfballendeel, de familie, iedereen leeft mee. Ook de livestreams vanuit hier worden in de Dominicaanse Republiek bekeken via internet. They are looking on internet in de Dominicanen. Zie. Ja. Dus dat is, men leeft enorm mee en iedereen staat erachter. En het is een fantastische belevenis. Het is natuurlijk geweldig om zo'n erkenning te krijgen. Ik denk, als je dit kunt presteren in zo'n korte tijd, dat iedereen mag gaan uitkijken voor de Dominicaanse Republiek. Jullie zouden dus ook heel goed in de komende jaren een kans hebben kunnen worden voor kampioen te worden. Ik ga er ook vanuit dat jullie daarop doelen. Hebben jullie dit zelf ook gedacht, dat je dit kon halen met de eerste keer dat je meedeed? Het was natuurlijk even aftasten. We hebben een aantal oefenwedstrijden gespeeld. En in Schijndel is de ploeg 50 geworden van de wereld. Dat was eigenlijk al heel bijzonder. Daar waren ze heel blij mee. Maar je weet eigenlijk pas hoe ver je bent als je die wedstrijden speelt. En we vonden eigenlijk de overwinningen op Rusland en Hongarije. Toen waren we bij de laatste 8. Iedereen sprong een gat in de lucht. Dat kon al niet meer stuk. Maar toen bereikten we dus door toch wel redelijke overwinningen. 3-4 punten verschil over Engeland en Duitsland. De laatste 4. En ja, nu sta je tegen over Nederland. En het is inderdaad nog een maatje te groot. Maar als ze dit kunnen continueren en kunnen blijven putten uit het arsenaal spelers, dan, ik zal niet zeggen dat we wereldkampioen worden, maar je gaat altijd voor het hoogst in de sport. Ben ik helemaal mee eens. Ik vind het fantastisch. Ik vind het bijzonder. Ik hoop dat jullie een hele goede wedstrijden nog gaan spelen. Jullie moeten zo meteen tegen het Chinese Taipei. Ik heb ze zien spelen. Ik heb resultaten van hun gezien. Hun zijn sterk. Maar ik denk dat jullie wel een goede tegenpartij kunnen leveren. Denk je dat je kunt winnen? En hoe gaan jullie hierin? Elke wedstrijd proberen we te winnen, denk ik. Dat moet je altijd doen, anders hoef je geen wedstrijden te spelen. Maar we zien wel hoe ver we komen. En we zijn heel tevreden. We zijn ontzettend blij als we derde worden. En we zijn tevreden als we vierde zijn. Maar we gaan ons uiterste beste voor doen. Ja, dankjewel. Fantastisch interview. Thank you very much. Thank you very much. Dankjewel. Thank you very much. And good luck with your matches.